Hey, welkom bij het eSport Nieuws. Vandaag gaan we het hebben over Valve, die heel zijn productieteam ontslaat, maar wel zijn prijzengeld omhoog gooit. En is er van alles gebeurd in de LCS. En natuurlijk doe ik dat niet alleen, maar dat doe ik samen met mijn grote vriendelijke vriend Peter. Jazeker, die niks weet van eSport, maar elke week door jou wordt meegenomen in die wondere wereld. Ja, weet je ook trouwens dat ik de vorige keer, om meteen maar even met de deur in huis te vallen. Spreekwoordelijk, hè? Spreekwoordelijk, uiteraard. Ja. Dat ik zei dat er één team was dat niet te verslaan was. Ja. Ja, nou, die zijn verslagen. Nice! Ja, high five! Nou, je hoort het eerst hier op de eSports Nieuws. Ja, inderdaad. Of je zag het afgelopen zaterdag. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat kan ook. Wie zei? Wie had het over? Immortals. De Immortals. Ja, die hebben verloren. Oké. Maar zij waren tot die tijd echt ongeslagen. Ongeslagen. En ik zal het nog sterker vertellen. Hoenie en Reinover, twee spelers van een team, die hebben samen 32 keer achter elkaar gewonnen in de LCS. Wel onder twee verschillende teams. Oké, maar het is toch knap. En Hoenie was die guy die vorige week nog een pentakill maakte. Nice. We komen er wel, Peter. Oké, door wie zijn ze verslagen en waarom? Ze zijn verslagen door CLG. Oké. En ze zijn verslagen omdat ze eigenlijk gewoon, ja, ze speelden niet zo... Van een off-day? Goed. Ja, een beetje een off-day. Dat kan toch? Of CLG was gewoon, die speelde ook gewoon heel goed. Toch? Ja? Ja. Oké, dat komt zo samen. Als jij zo'n wedstrijd kijkt, even een vraagje tussendoor. Ja. Heel erg van Thijs van Nieuwkerk. Wat gaat er dan door je heen? Je was van de week ook bij PSV, weet ik toevallig. Ja, klopt ja. Dat vind ik echt spannend. Van voetbal. Nou, ik weet niet of je net zo gespeeld gezien. Nee, niet gezien. De eerste helft was niet heel veel aan. De tweede helft was wel spannend. Maar ik bedoel, zit jij ook zo voor de buis als er een voetbalwedstrijd is, als er een e-sportwedstrijd is? Ja, ik zit eigenlijk altijd met een groep vrienden. Ja. We gaan meestal samen hebben viewing parties. Dan gaan we met een mannetje of zes gaan we pizza bestellen of een andere, iets anders te eten, zeg maar. En dan hebben we gewoon biertjes en dan gaan we gewoon net kijken of het sport is. Oké. En het schreeuwen en vooral kut roepen naar die tv en dat soort dingetjes. Ja, maar heb je net zoveel binding met een team als ik met PSV heb? Ik ben heel erg fan van Fnatic. Oké. Ik heb thuis een Fnatic shirt. Zo'n fan ben ik zelfs. Echt? Ja. Wauw. Ja, dus het is wel... Dan ben je wel fanatiek. Ik ben wel fanatiek, zeg je. Oh mijn god. Dit is jammer. Goed. Ja, die zijn er dus wel inderdaad. Ja. Meestal mensen die zijn echt fan van één bepaald team of een bepaalde speler of spelers. Oké. We blijven nog even bij de LCS, want er is iets gebeurd. Iets vreselijks. Nou. Vreselijk. Beloof je me deze keer niet weer te huilen als nee, iets ergens gebeurd? Nee, ik beloof het. Forgiven, een speler van H2K. Ja, H2K is momenteel het team wat er bovenaan staat in Europa. Ja. Die zelfs na een wedstrijd, na een beetje een sloppy wedstrijd, was een beetje veel foutjes verder gemaakt, werd hij naar de camera geroepen voor een interview en toen barst hij in één keer een traan uit. Nee. Ja. Man. Ja. Waarom? Ja, ik weet het wel. Maar... Je weet het wel. Ja, tuurlijk. Ja. Maar, ik denk dat het leuk is om eerst de mensen zelf even te laten zien wat er nou precies gebeurd is. Thanks guys, I'm here with Forgiven after that game. And first off, I've got to ask you about the game in general. And you were just talking to me a little bit before then. You're not feeling super great about that one. So what happened in your perspective? I mean, I think I have to say it. Today I woke up and I got a letter from the Greek army that I have to go to my army duty at in the March. So this means that I maybe lose the normal season again and the playoffs and the summer split because it's a 9-month duration. So. My mind wasn't in. Jezus, wat heftig man. Ja, ja. Gaan hè? Ja, ja, militaire dienstplicht voor hem in Griekenland. Ik stem al jaren voor een Nederlandse plicht. Dienstplicht. Ja, sociaal dan hè. Dat je echt bij een jaar bij een verzorgdhuis moet werken of zelfs. Oh, zo. Dat lijkt me hartstikke goed. Dus ik snap dat het treurig voor hem is. Maar ja, goed. Het zo is werkt niet het, anders. Hè? Het is de grens van Europa, dus laten hem ons maar verdedigen. Alsjeblieft. Daar komen de Turken. Weet je wat het ergste is? Nou. Hij is ooit een keer geband geweest omdat hij dus mensen zijn moeder heeft uitgescholden online. Ja. Nice. Ja, die krijg je terug nu. Over bannen gesproken. Ja. Mooi bruggetje. Mooi hoor. Xiaowei Xiao, dat is een speler uit Amerika. Ja, dat hoor je aan zijn naam. Inderdaad. uit Amerika. Die mag eindelijk weer spelen naar een band van God weet hoe lang. Hoe lang is die geband dan? Ja, dit is een leuk verhaal, Peter. Hier ga je van genieten. Oké. Deze speler is eerst betrapt op Riot op Elo boosten. Nou, wat is Elo boosten? Elo boosten, jij weet het natuurlijk niet. Dat is zeg maar dat jij mensen geeft jou geld en dan ga jij hun account levelen. Ja. Hoger brengen. Mm-hmm. Nou, dat mag niet. Dat is gewoon illegaal. Dat je speelt het spel veranderen. Ja. Toen heeft Riot gezegd, niet meer doen.
Toen zei hij, oké. Een week later weer betrapt met hetzelfde verhaal. Tuurlijk. Maatlang geschorst. Nou ja, nou, toen mocht je dus niet meer spelen. Toen heeft hij weer 2 wedstrijden meegedaan. En daarna is hij betrapt op het verkopen van zijn officiële Riot-account. Hoppa. Ja, iedere speler... Ik zat trouwens niet waarom dat laatste niet mag. Want het is jouw account, dus je hebt het verkopen. Nou ja, die krijg jij van Riot, zeg maar, van het spel, zodat jij tijdens een wedstrijd, een officiële wedstrijd, beschikking hebt tot alle kampioenen, of alle champions, alle skins, Je zou zeggen dat je die zelf al bij elkaar hebt gespeeld, maar oké. Ja, niet allemaal dus, sommige. Maar, ja, en die heeft hij dus proberen te verkopen. Ik weet niet voor hoeveel en of het überhaupt hem gelukt is. Ja, maar hoe ligt hij er echt uit? Nou, hij mag inmiddels weer terugkomen dus. Het heeft volgens mij 3 seizoenen geduurd zo'n beetje, maar hij is weer terug. Dus we gaan de volgende week weer zien dat hij... Ik hoop jongens, hou eBay in de gaten als je een keer officieel echt wil lollen. Yes. En het laatste nieuws wat ik wil gaan vertellen over League of Legends is fantastisch. Ik wil je even laten zien hoe je niet League of Legends moet spelen. We're taking the Kiwi! Quick, take the turret so you get the gold back, right? Did they shut down the turret? Ooh. I guess Apollo got solo gold, so... Alright, but they don't lose too much for that, though. They do lose that top wave. That top wave is going to go straight into that turret. Now they actually are losing experience on multiple members. And Crumbs, oh my god! If Crumbs dies here... Oh my god. Oh my god. Run! Woo! He's mad! Ow! He's angry! Wait a minute! Oh, but no! Another! Wait! Oh my god! God! Alright, let's reset. Reset! Take a breath! Nou, het leek me als een puikstukje League of Legends beter dan ik het afgelopen keer heb gedaan. Ja, 4 deaths en 0 kills. Ja. Dus dat is redelijk om te huilen. Redelijk. Ja. Veel League of Legends nieuws en we gaan over naar het blokje CSGO. Yes, want daar is natuurlijk ook weer van alles in gebeurd. Tuurlijk. Want met CSGO die verhoogt haar prijzengeld van $250.000 naar $1 miljoen. Oké. Okay. Ingaand per volgende maart. Oké. Okay, en komende maart. Ja, dus vandaag. Per vandaag. Ja, per vandaag. Ja. En we nemen dit op ergens in juli al hebben we dit opgenomen, dus we voorspellen dit gewoon. Maar hoe heet het? Wanneer maak je kans op die prijzenpot als je echt het wint? Gewoon op het eind van het seizoen alles. Ja, nou dan gewoon, ze verhogen zeg maar de prijzenpot gewoon met of het is de pot. Toernooien. Ja, inderdaad. Oh, dus... het is alleen de pot. Ik dacht dat je 1 keer een miljoen kon winnen. Nee, dat nog net niet. Maar wie weet, zit er misschien wel aan te komen, want CSGO is echt heel erg groot aan het worden. Ja? Dat is ook de reden trouwens voor de verhoging, omdat het juist zo groot aan het worden is. Ja, dat betekent dat ze ook meer geld verdienen, dus dan kun je ze ook meer weggeven. Precies. Mooi man. Dat doet het op zich wel goed. Vooral met Dota, weet je wel, mensen die kopen iets, dan doen ze een klein bedragje daarvan dus opzij zetten voor een prijzenpot. En hartstikke slim. Mee. Dota is niet meer zo groot, hè? Zou je denken. Over Dota gesproken trouwens. Ja? Mooi bruggetje. Dank je. De Shanghai Major was bezig in Shanghai. Alleen de organisatie heeft eigenlijk besloten om het hele productieteam te ontslaan en shoutcaster, noem ik even goed spieken, 2GD. Ja. Ja, ik vergeet zijn naam iedere keer. Maar hij is super grappig. Waarom is hij grappig? Hij is gewoon, hij is een beetje edgy, net zoals ik. Hij maakt Hitler grappen. Net geen Hitler grappen, misschien wel een paar af en toe. Ja, stop. Het H-woord. Het H-woord inderdaad, ja. Ja, dat en hij is gewoon een beetje lomp. Oké. Hou ik wel van. Ja, is lekker. Iemand die het een beetje fris houdt en vooral... Het rare is, het is best wel raar dat hij wordt ontslagen, want tijdens het evenement, tijdens de Shanghai Major, alles ging echt fout. Oh, het productieteam, om te huilen. Gewoon, maar wat dan bijvoorbeeld? Nou ja, delays van 2 uur, als we aan het praten waren, dat iemand gewoon net leek als iemand heel zo zat. Ja, we weten dat je de apparatuur van gamers hebt moeten even testen. Dus dat soort dingetjes de hele tijd, vreselijk, maar alles ging fout. En eigenlijk was 2GD eigenlijk de enige die het een beetje nog aan elkaar aan het zeveren was. Want ja, ik zat daar maar te wachten tot mijn streampje eindelijk begon. Ja. Maar ja, Valve heeft dus gezegd, allemaal eruit. En als kerst op de taart heeft onze Gaben Newell, de man... De man die ons Half-Life 3 maar niet brengt. De man die ons Half-Life 3 maar niet brengt, ja. Ja. Die heeft nog eens op Reddit gezegd in een statement, zo kun je het niet echt noemen eigenlijk. Hij zei gewoon, 2GD, ja, is echt een ass. En dat was het eigenlijk. En toen ging 2DG er weer op in, of niet echt? Nou ja, het was best wel raar, want Valve had tegen hem gezegd van hey, houd het een beetje rustig en we gaan nog wel eens officieel ze naar buiten brengen. En vervolgens komt de baas van Valve en zegt van ik praat hem. Ja. Dat dus, Gabe de voeten uit. Ja. Leer mij Gabe kennen. Ja, precies. Ja, echt hè?
Dus ja, 2GG heeft natuurlijk wel een statement uitgebracht. Maar ja, die is echt heel erg lang, kan ik echt niet lezen. Nee, had je gewoon geen zin in? Nee. Ik zat te scrollen en het hield me niet op. Ik heb geen nieuwsprogramma elke week, laat ik me niet inlezen. Nee, dat is leuk. Hartstikke goed. Nee. Ik weet al een beetje de incentie waar het over gaat natuurlijk. Ze vinden het natuurlijk allemaal klootzakken. Ze vinden hem gewoon te grof, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En hem is verteld, dat stond wel in zijn statement, ik heb dat een beetje gelezen. Heel goed. Stond in van dat hij zichzelf moest zijn en zei nou, lekker, ja, ongegeneerd, maar ja, daar waren ze toch niet zo blij mee. Nou, duidelijk verhaal. Ja, best wel sad. Nou komen we op Rocket League. Weet je wat, op Gamers.nl heel veel fans hebben van Rocket League. En inderdaad, we zijn op veel LAN-parties geweest in Nederland. We zagen het steeds vaker oppoppen overal. Rocket League is een ding. Ja, het is niet weg te denken momenteel. En vooral het leuke is omdat het zo simpel is. Het is zo simpel. Het is bijna voetbal. Het is bijna voetbal, maar dan met vier en auto's en over de kop en zo. Bijna voetbal. Wat hebben we gedaan? Rocket League heeft een rankingsysteem uitgebracht. Zodat je eindelijk weet van oké, deze persoon waar ik tegen moet spelen is zo goed en deze persoon is zo goed en mijn team is eigenlijk gewoon weer heel slecht. Ja. Eigenlijk wat ik altijd heb. Ik snap dat het een logische stap is, maar haalt het niet een beetje van de charme van Rocket League juist weg? Omdat het nu, ja, weet je, nu wordt het echt officieel, hoe goed ben je? Terwijl het juist zo'n game was die voor iedereen leuk was, omdat je het overal kon oppakken en het maakt er eigenlijk geen reet uit. Dat is nog steeds. De mensen die echt professioneel spelen, die hebben natuurlijk veel meer baat bij een ranksysteem dan degene die, ja, casual spelen. Je kan natuurlijk gewoon casual spelen, maar nou staat er gewoon iets bij je naam als je ranked speelt. Ja, hoe loser je bent. Kan. Of je doet precies hetzelfde als mij en dan ga je net zoals bij League of Legends, ga je unranked ga je spelen. Ga je gewoon niet ranked. Gewoon nooit. Een vertikje. Ja, gewoon niet doen. Nee. Never. Nee, 12.000 games, geen enkele game ranked. Mooi, dan heb je nooit bewijs. Nee, precies. Zeg ze goed bij jou, zeg ik al bron 4. Ja. Dus doe maar een keer tegen spelen, zeggen ze dan. Ja, dat is goed. Maar ja, laat ook onder even weten of je Rocket League al geprobeerd hebt en of je ranked bent en of je goed bent. Ja, wat is jouw rank eigenlijk inderdaad? Ja. Want ik weet dat de toprank, daar zit 0,9% van de spelerbase zit daar. Oké. Okay. Dus. Nou, je zou zomaar een gamer zetten tussen kunnen zitten. Ja, wie weet. Maar dat is nog niet alles. We hebben nog één laatste item. Ja, dit item is echt... Jullie kennen allemaal Daigo. Tuurlijk kennen ze Daigo. Dat is een Street Fighter speler. En je hebt van die figurines van Street Fighter. Die is super vet. Kun je kopen in de winkels. Die wil iedereen hebben. Hij is een icoon in de Street Fighter wereld. Dus ze gaan nu hem verfigurinen. Ja. Ja. Het bedrijf heeft aangekondigd dat ze hem als figurine gaan maken. Hoe vet is dat? En dan tussen twee Ryu's in. Ja. Dus dan staat hij daar met zijn toetsenbordje, zeg maar. Staat hij dan zo. Nice. En graag, wij lachen erom, mijn collega had dat ding natuurlijk als warmbroodje op de toonbank. Waarschijnlijk wel, ja. Die mensen zijn echt helden daar, dus ja. Ik vond trouwens ook wat heel vet, op een gegeven moment kun je bij World of Warcraft, kan volgens mij nog steeds, kan je dus die character die je in World of Warcraft hebt, kun je een figurine van laten maken. Serieus? Hoe vet is dat? Hm. Als ze dat bij Star Wars The Old Republic ooit zouden doen. Of bij Maple Story. Anyway. Ja, echt een heel klein figurientje hoor dan. Ja, ik dat... Oké, op advies van jullie kijkers, de agenda voor de komende week. Marcel. Komende week gaat er weer van alles plaatsvinden op e-sports gebied. Zo gaan we kijken naar IEM Katowice in Polen. En IEM Katowice is eigenlijk een van de grootste Intel Extreme Masters die er zijn. Ja. En het is fantastisch om te kijken, de sfeer, de streams. We gaan kijken naar CSGO, League of Legends en StarCraft 2. Oké, ga je er ook heen? Helaas niet. Jammer, Mark gaat wel naar veel van die dingen hoor trouwens. Ja, maar onderschat dat niet, maar in Polen is hij niet. Polen, nee. Oké, okay, moeten we nog meer in de gaten houden volgende week? Ja, de Shanghai Major, degene die het productieteam ontslagen heeft, dat was tijdens de voorrondes. Die zijn afgelopen weekend afgelopen. Komende weekend zijn de finales. Awesome. Dus Twitch staat dus de bol van waarschijnlijk. Dota 2 gaan we kijken, gaan we daar kijken. Dus nou eigenlijk zo'n beetje alle leuke e-sports zijn we onder de pannen komend weekend. Nou, tof. Dus dat betekent dat jij met een zak chips voor Twitch zit? Ik ben 3 dagen niet mijn huis uit te krijgen, nee. Hartstikke goed. Hey, bedankt voor deze week. Geen probleem. En volgende week zijn we weer met de nieuwe e-sports nieuws.